de beurt. Ruben aan 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 de beurt. U bent aan de beurt. Ja, goedemiddag. Nee. Ja, jawel. Dit programma zeg het maar. Nee. Goedemiddag. Maar wij zeggen niks. Ja, maar wel, dat is juist leuk. Nee, nee. Want dit is namelijk het programma zeg het maar. Dan mag u alles zeggen wat u wilt. Nee. Vindt u dat niet leuk? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Bovendien komen we helemaal niet hier uit de regio. Je komt hier niet dus vandaan, maar dat geeft nee. niet. Nee. Dat geeft helemaal niet hoor. Kom uit Leusden. Kunt u dan even zeggen welkom bij het programma zeg het maar voor deze week? Welkom bij het programma voor deze week. Nee, welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Welkom bij het programma Zeg het maar voor deze week. Precies. En dan mag u het gelijk zeggen. Wat zal ik zeggen dan? Helden, heeft iets te klagen, alles mag. Nee, dat ik wel ver moet lopen van mijn fiets, van mijn auto, die heb ik begin staan. Ja, waar heeft u hem helemaal staan dan? Helemaal aan het begin hier van de straat. En dat is veel te over het lopen. Water. Oh jee, wat een toestand. Ja. Ja. En u bent slecht erbij? Nee, gelukkig niet. Nee, dus dat gaat nog prima. Ja, hou nou eens op met je programma. Doe het maar bij die mevrouw. Zo nou die hoort bij mij. Ja, maar kom mevrouw, hier. Dit is hartstikke leuk hoor. U weet niet wat u mist. Maar ja, wel, goed, oké. Okay. Dan was dit uw momentje. Doe het maar af, hoe heet dat? Ja, dan moet u alleen even een volgende roepen. Dan ga ik weer verder kijken. Volgende? Ja, dat doet u dan weer wel, hè. Tot ziens. Dag. Welkom in het programma, zeg het maar. Ja. Dus zeg het maar. Dat ja, is leuk, ik heb verder niks bijzonders te vertellen. Ik vind wel, vast wel. Je hebt best wel iets leuks te melden of iets te klagen, want alles mag namelijk. Nee, ik vind het hier een geweldige stad. Ik verdien de kosten, ik vind het leuke mensen. En daar wil ik alleen maar mijn best voor doen om dat zo te houden. Ja? Zo te, vind je zo'n gezellige deal? Ik vind het heel gezellig. Dat is wel heel positief, hè? Ja, waar kom je zelf vandaan dan? Uit Tiel. Ook uit Tiel? Ja. Oh, okay. Ja, ik ben er echt een Tielenees. Nou, ik ben er niet geboren, maar waar je brood is je vaderland, toch? Ja, dat vind ik van wel. Dus, ik draag Tiel heel warm hart. Oké, en dan nog iets te klagen? Nee, eigenlijk niet. Ja, er zijn altijd wel dingen die beter kunnen, maar daar moeten we met z'n allen ons best voor doen. Wat zou er beter kunnen? Ja, dat ga ik bespreken met de mensen die daar ook echt wat aan kunnen doen. Ja, maar ja? Dit is natuurlijk wel een leuk medium, hè, die camera. Ja, maar mevrouw, u heeft het magische woord nog niet geroepen. Wel, ik... Nee, volgende moet u nog roepen. Het? Volgende. Het volgende? Nee, gewoon volgende, want dan ga ik weer verder kijken. Ja. Volgende moet ik roepen. Volgende. Spontaan. Volgende. Ik keur hem goed. Oké. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik stoor graag in een goed gesprek. Oké. Okay. Dus zegt u maar. Welkom Hallo. In het programma, zeg het maar. Voor welk programma is dit dan? Zeg het maar. Dan mogen mensen alles zeggen wat ze willen. Dus u mag wat leuks melden, u mag wat klagen. En waar komt dat op dan? Stadstv Tiel. Oh. Dat is leuk toch? Ja, dat is hartstikke leuk. Nou. Wat wil ik zeggen? Nou, dat ik heel veel van mijn moeder hou. Ja. En van mijn man en kinderen. Ja. En ja, gewoon zo doorgaan. En dan komt het goed. En dan willen we maar gezond mogen blijven. Heeft u ook nog een klaagmomentje? Een klaagmomentje? Ja, dat mag ook namelijk. Dat er mensen zijn die je vreselijk belazeren. Ja? En dat je er zelf maar uit moet zoeken hoe je ermee omgaat. Het is wat, hè? Ja. Zijn er van die slechte mensen? Ja, heel slecht. Dat is niet goed, hè? Nee, dat is helemaal niet goed. En ik zag dat u iemand bij u had, maar die is hem snel gesmeerd, hè? Ja, die staat hiernaast. Even kijken. Even kijken. Ah, daar is ze. Ja, gevonden. Hallo. Hallo. Welkom in het programma, zeg het maar. Ja. Dat is toch gelijk jouw momentje, dus zeg het maar. Ja. Ik hou ook heel veel van mijn moeder en van mijn zus en van mijn vader en ja. Heb je ook nog wat te klagen? Nee, het gaat allemaal goed, dus ik heb niet echt veel te klagen. Nee. Hoor je nou niet op school te zitten? Nee, ik ben al uit. Dus je bent al uit? Ik ben al uit. En het gaat lekker op school? Ja, het gaat allemaal goed. Allemaal voldoendes? Allemaal voldoendes. Dus het gaat erg goed, hè? Ja, het gaat allemaal perfect. Erg positief? Ja. Nou, dat is wel mooi. Ja, inderdaad. Geen huiswerk toevallig? Ja, nee, eigenlijk niet. Mwah, een beetje. Dan leg je de boeken onder het kopkus en dan komt het ook wel goed, hoor. Daarom, dat bedoel ik. Dan snap je dat de volgende dag allemaal. Daarom. Hè? Ja. Waar is moeders nou? Ja. Ga eens even lekker naast elkaar staan. Dat is altijd wel leuk. Want dan zeg ik namelijk 1, 2, 3 en dan roepen jullie heel spontaan volgende, want dan ga ik weer verder kijken. 1, 2, 3. Volgende. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. Dag. Tot ziens. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zei u nou tegen mij? Nou, ik moet even naar de vis kijken. Oh, je moest naar de vis kijken? Ja. In dit programma zeg het maar. Dus zeg het maar. Ja, nou, ik kijk naar de vis en ik koop op vele klanten. Het is rustig, hè, in het centrum? Het is rustig, ja. Stilletjes. Zonder heel druk geweest.
Ja. En vandaag, nou, het valt nog mee. Maar het valt mee. Niet zo heel druk als anders. Het had drukker gekund. Het had drukker gekund. Jammer is dat dan, hè? Dat is heel jammer. Heeft u nog een klaagmomentje? Ik wou graag meer klanten hebben. Oh, de klant is je. Dat was uw klaagmoment. Ja, dat is mijn klaagmoment. Dan heeft u vast nog iets leuks te melden. Nee, dat was niks. Nee? Bent u zo tevreden? Ik ben hartstikke tevreden. Ondanks dat u moet werken. Nou, ik werk graag. Oh, je werkt graag? Ja. Oh ja, ik ook. Dat is veel. Ja. We hebben het allebei goed naar ons zin. Zo is het. Altijd leuk. Ja. Staat de vis nou niet aan te bakken? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, dat heb ik wel in de gaten. Oh, dat heeft u in de gaten. Nee, dat is goed hoor. Ja, goed. Kunt u dan even spontaan volgende roepen? Volgende. Dankjewel. Hartstikke. Nou, succes met visje pakken. Dankjewel hoor. Waar zijn ze nou, de visjes? Ja, die zitten er maar in. Oh, die zitten er nog in? Kijk, oh ja. Zie je? Ze zwemmen nog, hè? Zwemmen. Ja. Oh, dat zijn kibbelingetjes. Ja. Lekker. Dan kom zo nog even terug, ja? Goed, dankjewel. Oké, dag. Dag. Ja, goedemiddag. Willen wij dat? Ik ben op zoek naar spontane mensen en daar bent u. Ik zie het. Ja, heel spontaan bent u. Ja, vast. En dit programma zeg het maar, dan mag u alles zeggen wat u wilt. Dus zegt u het maar. Wij hebben niks te zeggen. Jawel, u heeft vast wel iets leuks te melden of iets te klagen, want alles mag namelijk. Nou, ik heb wel iets leuks te melden. Nou, vertel. Dit meisje is heel goed best op school en ze haalt de hoogste cijfers van de klas. Ben ik hartstikke trots. Echt waar? Ja. Ben je zo goed op school? Nee. Nee, valt het mee? Ja. Vind je dat niet zo leuk als je moeder dat over jou zegt? Ja. Ja, dat is lastig altijd om complimentjes te ontvangen, hè? Maar het is waarschijnlijk wel zo. Ik ben trots op haar. Ja, maar ze is er zelf een beetje stil van. Ja, ze is een beetje bescheiden. Te bescheiden. Soms wel. Heeft maar ze werkt hard. Heeft u nog iets te klagen? Ja. Dat u zegt, dat wil ik echt even kwijt. Het is wel uw momentje natuurlijk, hè? Nee, laat maar niet klagen. Nee, niet klagen? Nee, laten we dat maar niet doen. Nog wel leuke dingen doen? Jawel hoor. Even lekker shoppen, geld uitgeven. Een beetje geld eens geven. Gelijk heeft geld u. Geld blijft rollen. Moet u even alleen even het magische woord roepen. Magische woord? Ja, dan ga ik namelijk weer verder kijken. Dan moet u even met z'n tweeën tegelijk volgende roepen. 3, 2, 1. Volgende. Dank u. Dag. Dag. Daar dan. Goedemiddag meneer. Wat zegt u nou tegen mij? Ik zeg tegen u, daar loopt u wel achteraan. Ja, maar ik loop nu achter u aan. Ja, en dit programma, zeg het maar. Dus zeg u maar. Ja, wat moet ik zeggen? Is dit zo'n Tielse programma? Ja, Stadstv Tiel. Mag u alles zeggen wat u wilt. Nou ja, kijk, wat moet ik hier klagen? Ik heb die buitengewoon naar me zien. Ja, vindt u leuk? Ik heb die best naar me zien. Ja. Ja. Dan heeft u vast wel wat leuks te melden. Nou, wat moet ik melden eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Het is uw momentje, dus dat mag u helemaal zelf weten. Nou, ik heb weinig te melden. U heeft weinig te melden? Nee, ik ben man die gaat geen kritiek op iets oefenen. Nee. Waar ik zelf geen kijk op heb. Nee, toch niet? Dat zeg ik niet doen. Nee, dan moet u dat ook niet doen natuurlijk, hè? Dat doe ik ook niet. Meneer, u moet alleen even het magische woord roepen. Wat moet ik roepen? Het magische woord. Ja, wat is dat? Volgende. Oh, volgende patiënt. Ja, ook goed. Dank u. Dag. Dag meneer. Ja, ik vind het wel heel leuk. U houdt ook niet van zeggen maar? Of houdt u wel van zeggen maar? Ja, wat moet ik zeggen? U mag alles zeggen wat u wilt. Ja, dat is leuk hè. Ja. Dus zeg het maar. Ja, zeg het maar. U mag wat leuks melden, u mag wat klagen, alles mag. Nee, ik klaag niet. U klaagt niet? Nee. Nou, dan heeft u vast wel wat leuks te melden. Ja. Ja, dan wordt het moeilijk. Nou wordt het moeilijk hè. Ja. Moeilijk. Misschien dat u 13 oktober aan het werk mag, dat hoop ik. Ja. U mag 13 oktober weer aan het werk? Hoop ik. Hoopt u? Ja. Bent u er even uit geweest? 2,5 jaar. Oh, dat is niet zo mooi. Nee. Door omstandigheden zullen we maar zeggen? Door een hard falen, ja. Oh jeetje. En u bent weer helemaal kerngezond? Nee. Nog niet helemaal? Nog lang niet, maar... Maar het gaat de goede kant op. Het gaat redelijk de goede kant op, ja. Het gaat redelijk de goede kant op. Dat is wel positief natuurlijk, ja. Hè? Nee, ik sta op de wachtlijst voor een harttransplantatie. Oh, dus, doe maar een oproep voor allemaal donoren. Ja, allemaal donoren. Mensen die donor willen worden, ja, daar zitten we op te wachten. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Ja. Dat moeten de mensen eigenlijk verplicht doen. Ja. Ja. En ze moeten op www.1 miljoen handtekeningen moeten ze even nakijken. En dan moeten ze gaan kijken of ze daar een handtekening willen zetten om voor actieve donorregistratie van de regering. Of die eraan mee wil doen. Misschien is dat wat. Het zou mooi zijn. Ja, het zou zeker mooi zijn. Want uw man zit er met smart op te wachten. Ja, zeker. Die mevrouw ook. Die mevrouw ook. Die mevrouw zit op longen nog eens een keer. Of longen te wachten. Meent u niet? Echt waar? Kom maar even nu toe. Oh, help. Ja. Moet dat? Ja, natuurlijk moet dat. Dus u wacht ook op een donor? Ik zit op een donor al 2,5 jaar te wachten. En nog niks concreets? Ik sta nu achter op de wachtlijst.
van de 200 sta ik nu achtste. Maar dan moet het wel op gaan schieten natuurlijk. Het gaat opschieten. Ik hoop eind dit jaar, begin volgend jaar de beurt te zijn. Dat zou mooi zijn. Dat zou wel fijn zijn, ja. Ja, je weet het niet, hè? Ik weet het niet. Ik wacht het rustig af. Ja, ik snap het. Ja, je hebt weinig keus. Ja, helemaal niet. Je hebt geen keus. Ja, helemaal niet. Nee. Maar wel positief blijven denken, toch? Ja, natuurlijk. Wel. Dat doe ik al 2,5 jaar, dus... Ja, dat is heel goed. Het zou heel erg zijn dat ik daar nou op gaf. Dan heb ik nog een verrassing voor. Zonder... Maar dan, je hebt 2 nieuwe longen voor me. Nee, was het maar waar. U mag het programma zeg het maar afsluiten. Vindt u dat leuk? Ja, ik weet het niet. Dan moet u alleen zeggen, dit was het programma zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. Dit was het programma van deze week. Nee. En graag tot volgende week. Nee, dit was het programma zeg het maar voor deze week. Oh, zeg het maar. Nou, doen we nog eens. Excuse me. 1, 2, 3. Dit was het programma zeg het maar voor deze week. En graag tot volgende week. En nou gaan de mensen zwaaien. Oh. Dus zwaaien maar. Ja, zwaaien. Doorgaan. Ja. Ja, tot ziens. Doei. Denk om de snelheid, hè. Ja, niet te hard. Rustig aan. Dag. U bent aan de beurt. 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 U bent aan de beurt.